Voor de mensen die de eerste uitzending hebben gezien, wat ik me niet kan voorstellen, want iedereen kijkt natuurlijk. Ja. Dat kan niet anders. De mensen die weten dat we op SBS zitten. Die weten precies hoe laat we beginnen. We nog wel eens kijken. Ja. Ja, of het is 5:00 of 7:45 of 7:50. Dan zijn we klaar. Maar goed, hoe gaat het met je? Want je was echt geschrokken dat die mensen zo recht op je afreden zo straks. Ja, ik vind het een beetje gênant om dat nu te zeggen. Ik bedoel, wij stappen samen uit vanavond en jij zegt van je ziet er nogal pips uit. Nou ja, ik woon in Ophemert. Daar is de breedste weg 1,80 meter. En ik rij van het erfje af. En nou ja, als je een tegenligger krijgt, dan moet één minimaal stoppen. Of allebei stoppen. En dan komt er eentje wel eens eentje met 60 kilometer. Maar er kwam er echt een Audi A5 met 200 kilometer recht op me af. Door de kleine straatje. Dus die was vlakbij me. Ik denk, nee, ik ben dood. Ik deed nog even dit en kom terecht in een weiland. En ik heb ze nooit meer gezien. Maar zou je iets tegen ze willen zeggen nu, als ze zitten te kijken toevallig? De camera is voor jou daar. Ja. Wat zou je tegen ze willen zeggen, Hans? Stelletje vieze, vuile, nagemaakte hondenkoppen. Normaal rijden. Want het is niet erg als je mij doodrijdt, maar als je straks een kind doodrijdt, is veel erger. Trouwens, als je mij doodrijdt, is ook heel erg. Ja. Nagemaakte hondenkoppen. Juist. Mogen we krantenkoppen verwachten morgen van moordaanslag op Hans Kraaij? Die zijn er al. Ja. Hoop ik. Ja, nee, maar goed dat je onder ons bent, Hans. Dat is geen grap. Ik bedoel, belachelijk natuurlijk verhaal wat hier gebeurd is. Dan gaan we naar het Nederlands elftal. Er is altijd iemand in een Audi, hoor, Hans. Altijd iemand in een Audi? Ja. Want? Klootzakken, man, die mensen in een Audi. Het zijn altijd passertjes die dat doen. Is dat zo? Maar... Ja. Ja. Zijn Audi-rijders passers? Nou, die grote bakken wel, ja. Okay. Zo, mis niks van de Oranje Zomer. Ga naar veronica-insight.nl.